In september 2011 ontstond een heel nieuw idee in het zigeunerkamp Janosy. Onder het motto Clean Up Janosy deden we een eerste schoonmaakactie. En die schoonmaakactie was het begin van nieuwe ontwikkelingen in het kamp. Janosy is een zigeunerkamp in het zuidwesten van Oekraïne. De mensen leven in erbarmelijke omstandigheden. In de hutjes van enkele vierkante meters wonen gezinnen dicht op elkaar. De inwoners zijn verstoken van algemene voorzieningen. Basisvoorzieningen zijn primitief en schaars voorhanden. Een riolering is er niet. Elektriciteit steelt men met gevaar voor eigen leven van het net. Water voor de 70 gezinnen komt van een van de twee waterpompen in het kamp. En op de vraag waar de badkamer was, keek een inwoner mij schaapachtig aan. Hier in Janosy is elke dag een strijd om te overleven. Kinderen hebben geen kans vanwege gebrek aan onderwijs. En volwassenen hebben geen kans omdat zigeuners buiten de maatschappij worden geweerd. Na de eerste clean-up actie in 2011 volgden er meer bezoeken. Bovendien raakte een grote groep mensen betrokken. Eind 2011 werd contact gelegd met een groep samenwerkende kerken in Eindhoven. Zij wilden inhaken op het plan voor de Janosy clean-up actie. Ze namen initiatief om te gaan kijken en om jongere groepen daarheen te sturen. En samen werd met de inwoners gestart met de opbouw van de gemeenschap. Irene is een alleenstaande bejaarde vrouw van circa 60 jaar. Haar man is een jaar geleden overleden. De levensverwachting van zigeuners is niet heel hoog, maar haar man stierf erg jong. Irene was ten einde raad. Er waren grote scheuren in de muren van haar huis, waardoor tocht en vocht in het huis vrij spel hadden. Op het moment dat we de vloer van aangestampte grond in het huisje betreden, is er nog een probleem. Het snoertje van de lamp is kapot en Irene heeft geen geld voor een nieuw snoertje. Ze heeft niet eens geld om eten te kopen. Het voedselpakket wat we meenemen is erg welkom. Zo leven zigeuners in Janosy van dag, tot het leven stopt. Het is schrijnend dat de kinderen uit het kamp niet meer naar school gaan sinds de kampschool moest sluiten. Dit betekent dat de vicieuze cirkel van ongeletterdheid niet wordt doorbroken. Sinds afgelopen jaar zijn er veranderingen. Er zijn meer waterpompen aangelegd en het begin van een nieuwe weg is gemaakt. Ook zijn enkele oude huisjes helemaal vernieuwd. Een landbouwproject is gestart en zigeuners verbouwen nu hun eigen groenten. Er zijn plannen de school weer te heropenen. En ook dit jaar gaan enkele gezinnen een nieuw onderkomen krijgen. Vanaf september willen we de kampschool in Janosy openen. Per kind is een bedrag van €22,50 nodig voor dagelijkse scholing en een maaltijd. Leren met een lege maag is immers geen doel. Het is allemaal onderdeel van een plan voor totale verbetering van deze kleine gemeenschap. Hulp is hard nodig. Elk mens is immers waardevol in de ogen van onze hemelse Vader.